Hallo allemaal, welkom bij de Miss Natural Talkshow. Het is maandagochtend, 10 uur. En ik heb zin om met jullie te praten over een heel leuk onderwerp. En dat gaat over manifesteren. Dus zit je nu te kijken, laat even weten of je mij goed kunt verstaan, ook kunt zien. Dat kun je doen door een reactie achter te laten in de comments onder deze livestream. En laat ook even weten of je ook al aan het manifesteren bent. Dat je voor jezelf inderdaad kunt creëren wat je wilt creëren. Ik doe dat eigenlijk een paar keer per jaar door het maken van vision boards. Maar ik heb nu een veel krachtigere methode ontdekt. En dat is teken je toekomst. Want als je zelf het kunt tekenen, dan ben je niet afhankelijk van de plaatjes die je vindt in magazines. Of je eigen bedenksels wat je wilt gaan creëren. Nou, ik zie al een aantal mensen online, dus laat even weten of je mij goed kunt verstaan en zien. En heb je een vraag dadelijk voor mij of Chantal, dan zet hem ook in de reacties. Ik ga Chantal er zo meteen bij halen, want ik heb haar leren kennen, denk nu alweer een aantal jaren geleden, als een zeer krachtige, powerful, ondernemende vrouw. Maar ja, ik weet nog precies hoe wij elkaar hebben ontmoet. Dat zullen we dadelijk ook even delen. En dus heb je dadelijk een vraag voor ons over teken je toekomst? Wil je ook weten hoe krachtig dat kan zijn? Dan laat zeker even een reactie achter. En we gaan ook iets leuks weggeven. Dus als je deze livestream deelt, dat kun je gewoon doen door te delen op je eigen Facebookpagina. Dan maak je ook nog kans op een heel leuk cadeau. En wat dat is, dat zal Chantal dadelijk vertellen. Ik wacht even tot zij ook aanwezig is. We zaten nog even te stoeien met de software. Je weet hoe dat gaat. Maar laat me even weten waar jij deze maandagochtend mee bezig bent. Ik heb voor mezelf even een glas met gember water ingeschonken. Dus doe ik heet water. Ik maak klontjes gember. En die stop ik in de diepvries. En dan gooi ik er gewoon een klontje bij. Het is een goed begin van de dag voor mij. Ik zal je even mijn laatste vision boards laten zien. Want ik wacht gewoon nog even op Chantal. Die zie ik nog niet binnenkomen. En vision boards die maak ik om mijn ideeën, wat ik in mijn hoofd heb, vorm te geven. Dit is er eentje die ik heb gemaakt januari 2017 was dat, tijdens het godinnenweekend wat we hadden voor Miss Natural. En ik heb hier nog eentje die ik wel even wil laten zien. En dan gaan we daarna laten zien hoe je dat kunt tekenen ook. Kijk, dit is een van mijn laatste borden ook. Dus een knipsel. Een vision board. Ik zet hem even terug. Nou, eens even kijken of ik Chantal erbij kan halen. Ik ga nog even checken of ze erbij komt. Lukt het? Ze was alleen via de telefoon, maar dat is niet echt heel stabiel. Nou, ik zie al dat er mensen zitten te kijken. Laat even weten of je ook aan het manifesteren bent. Of je graag inderdaad zelf die controle neemt over wat er in de toekomst gaat gebeuren. Want heel veel mensen die denken van, nou ja, ik zie wel wat er op mijn pad komt. Maar ik geloof heel erg dat je kunt creëren wat er op je pad komt. En dat je daardoor ook eerder van plan A naar B kunt komen. En Chantal, Chantal Vermeer, zij heeft dat ook ontdekt. En zij heeft daar ook een hele leuke online cursus voor gemaakt. Teken je toekomst, waarin je eigenlijk zelf leert hoe je dus die toekomst naar je toe kunt trekken in de vorm van hele mooie tekeningen. En nu zul je misschien denken, ja maar Eva, ik kan helemaal niet tekenen. Nou, dat hoeft ook niet, want dat leert ze je ook nog, om hoe je kunt tekenen. En in iedereen zit die creatiekrachten. Sowieso in vrouwen zit de creatiekracht. En dat noemen we de Shakti Power, om alles in de wereld te zetten. Wij zijn zelfs gemaakt om mensen in de wereld te zetten, wij vrouwen, dus dan kunnen we ook tekenen. En volgens mij zie ik Chantal daar ook al bij mij in de wachtruimte binnenkomen. Nou, ik ga je nou even binnenlaten. Dus welkom Chantal Vermeer. Hoi. Hallo. Welkom. Ja, het moet helaas met mijn telefoon. Ja, ik zie het. Ik heb mijn laptop, maar nee, dat gaat hem toch niet worden vandaag. Oké, nou even misschien mensen reactie als je zit te kijken. Is Chantal ook goed te zien en horen? Laat even weten. Dat zo is, dan zitten we hier niet voor niks te kletsen. En ik vertelde net Chantal hoe wij elkaar hebben leren kennen. En ik moest even terugdenken, maar in één keer weet ik het weer. Want jij stuurde mij een t-shirt op. En op dat t-shirt stond inderdaad... hij had een kaartje bij. Ik zei, hey, Powervrouw. En ik vond dat heel opvallend, want ik had toen net een Powervrouw magazine gestaan. Dus ik dacht, oh, dat heeft ze daarin gelezen. Maar dat was niet zo. En op dat t-shirt had je de illustratie Chase Your Dreams in High Heels.
Ja, En klopt. toen had ik jou inderdaad gebeld, volgens mij meteen, van hey, leuk. En Ja, zo klopt. Ja, dat was ook is. eigenlijk een hele spontane actie. Ja, ik was eigenlijk gewoon op YouTube filmpjes aan het kijken. En op een gegeven moment kwam jouw filmpje voorbij. En ik dacht van, nou, die verdient echt een t-shirt. Chase Your Dreams in high heels. En Video's oh, zat je daar toen te belde je kijken? meteen op. Ja. Welke video was dat die je zat te kijken? Ja, van winst.nl. Van... Oh ja, met Ilko de Hoogbroer, het interview, ja. Oh Ja. ja, grappig. Hey, en Chantal, want hoe ben jij erbij gekomen om überhaupt te gaan illustreren? Want je had eerst een hele andere carrière. Je zat in de retail, of Ja. zit eigenlijk nog steeds wel, hè, in de retail, maar... Nee, ik ben eigenlijk al ja, vanuit school meteen al in de retail gegaan. Al meer dan 20 jaar ben ik ondernemer in de retail en ook als importeur. En ik heb ook een keten opgezet en verschillende webshops gerund. En ja, 4 jaar geleden had ik eigenlijk op een gegeven moment merkte ik sowieso dat ik wat echt wel wat creativiteit begon te missen. Ik ben wel heel erg van de out-of-the-box werken. Dus ik had met de kledingzaken had ik de hoogste modeshow georganiseerd, de koudste modeshow. Dus eigenlijk heel veel verschillende activiteiten. We deden ook heel veel aan ladies' nights en allerlei dingen. En ik merkte gewoon dat er op een gegeven moment een beetje een kantelpunt was. Sowieso ook in mijn eigen leven, maar ook in de retail. Dat somber was en het ging overal ging het wat minder en ik had gewoon weer zin om de mensen en ook de klanten gewoon weer meer plezier te laten ervaren. Ja, En gewoon meer blijheid terugbrengen in je eigen leven. Wat ging je dan, dacht je dan terug aan de tijd dat je zelf een klein meisje was, dat je inderdaad nog mocht spelen en tekenen je toen je klein was ook veel, of ben je daar pas later mee begonnen? Altijd. Nee, eigenlijk altijd. Dus ik was eigenlijk altijd aan het tekenen en mijn ouders die waren altijd aan het werk. En mijn vader was inkoper en dan mocht ik mee. En we waren in verschillende steden en dan moest ik gewoon rustig blijven. En op een gegeven moment kregen hun ook eigen winkels. En dan ging ik met mijn vader mee en dan zat ik op het trappetje te kijken naar alle mensen die voorbij kwamen en alle aparte types. En die teken ik dan na. En eigenlijk gedurende heel mijn ondernemerschap is sowieso illustraties altijd een onderdeel geweest. Ook toen ik op een gegeven moment mijn eigen keten kreeg, was dat ook het basispoppetje. Dus dat was ik ook zelf. Dus was ook een rode draad, zeg maar, door het bedrijf heen. Ja, dat was gewoon echt hartstikke leuk. En ik merkte ook dat dat altijd meteen aansloeg. En toen ik op een gegeven moment dacht van, nou, er moet gewoon even een verandering komen. Toen ben ik eigenlijk mijn fashion, gevoel van fashion, wat natuurlijk ook wel bij mij past, ben ik gaan combineren met illustraties. En toen ben ik mijn eigen t-shirtlijn gestart, Shirts by Chantal. En Ja, dat en toen ben gewoon je een... inderdaad ja, dat tekenen weer terug gaan brengen in je leven. Ja, dat was het begin. En ik moet zeggen, ja, eigenlijk vanaf de eerste moment dat ik het ging posten op mijn sociale kanalen, was het eigenlijk meteen een succes. Dus ik merkte meteen van, oh, nou krijg je echt, nou gebeurt er iets. Je voelde En gewoon. hoe zette jij die knop om van ja, maar kan ik eigenlijk wel tekenen? Hè? Wie Ja, zegt dat. dat ik inderdaad een illustrator ben? Ja, nee, dat klopt. Dat was ook wel best wel grappig. Ik tekende eigenlijk altijd dezelfde poppetjes, waar ik natuurlijk nou ook om bekend ben, om de cartoons die ik teken. Maar en ik had daar ook gewoon al meteen ook, ja, dat was gewoon echt een succes. En het eerste half jaar dat ik zoiets had van, ik wil er gewoon straks ook echt van gaan leven, zeg maar, hè? Dus ik wilde gewoon afscheid nemen van het bedrijf die ik had opgebouwd, om echt gewoon puur te gaan voor tekenen en voor illustreren. En na een half jaar had ik echt gewoon echt veel opgebouwd. Ik had veel klanten, heel veel ook uit de beauty-industrie. Ja, eigenlijk overal kapsalons, restaurants, maar ook heel veel retail. En door middel van t-shirts, maar ook door middel van illustraties. En toen had ik toch zoiets van, ja, is het eigenlijk wel goed? De onzekerheid kan soms in één keer boven komen. Dus ik had me aangemeld voor een school in Breda, een illustratieschool. Dus ik was daar en dus die vrouw die zei van, nou, ik moest eerst op gesprek komen. En ze zegt, oh, maar jij je hebt er al een bedrijf van. En dus ze zegt, maar wat wil je dan hier leren? Ik zeg, ja, maar misschien moeten de verhoudingen anders of moet ik iets beter. En toen zei ze, ja, maar ja, als jij er gewoon al de mensen blij mee maakt en je verdient er al gewoon ook al je boterham mee, dan snap ik
goed wat je hier komt doen. En toen dacht ik ook echt van ja, nou moet ik het ook echt loslaten dat dingen perfect moeten zijn. Wat ik eigenlijk altijd wel heb gedaan. Het moest allemaal op een bepaalde manier gedaan worden. En ik vind het wel heel leuk, want jij bent ook een spraakwater van, net als ik. Dus ik ga je soms onderbreken. Ja. Dus we gaan een paar dingen in deze uitzending, waar mensen zitten te kijken, kunnen we een aantal dingen van jou en van leren. En dat is ondertussen, heb ik al een paar dingen gehoord. Ja, we gaan dadelijk ook vertellen over teken je toekomst, hoe je dat zelf naar je toe kunt halen. Maar wat je nu dus eigenlijk zegt is dat je gewoon mag vertrouwen op wanneer iets goed genoeg is. Ja. Ik herken dat ook van mezelf. Toen ik kwam ook uit een andere branche, het fitnessbranche. En toen ging ik inderdaad orthomoleculaire geneeskunde doen. Dus in het begin noemde ik mij ook geen voedingsdeskundig. Maar ja, wanneer is dat omslagpunt? Ja. Wanneer ben je nu wel wat je aan het doen bent? Ja. En ik denk dat voor veel vrouwen ook herkenbaar is dat ze heel lang wachten totdat ze of naar buiten durven te komen met hetgene wat ze in de wereld willen zetten. En dat ze te lang onzeker blijven van inderdaad, kan ik dit wel goed genoeg? Ja. Maar je kunt altijd wachten tot iemand jou een professional noemt in een bepaald vakgebied. Ja. Of je begint jezelf zo te noemen, zeg ik altijd. Ja. Dan gaan andere mensen het ook vanzelf zien. Ja, dat klopt. En het is natuurlijk ook, illustrator is natuurlijk ook in een soort creatieve hoek. Ook de omgeving beschouwt natuurlijk vrij snel als een hobby. En ik nam het wel eigenlijk wel heel erg serieus. Dus ik moet wel zeggen, als je zelf het ook als iets serieus beschouwt, dan gaat de omgeving, die verandert daar vanzelf ook in mee. Dus, ja, dus zelf niet kleiner inderdaad. En als het je passie is, ga er vol voor. En dat heb je ook gedaan. En ik heb het een beetje zo gevolgd, hoe je die verandering aan het maken bent geweest. Ja. En dat je er ook super blij van werd en enthousiast. Ja. En ik dacht al meteen, dat teken je toekomst. Dat is echt super leuk dat je dat gaat doen. En daar heb je dus nu ook een cursus van gemaakt, hè, zodat de andere mensen dat ook kunnen leren. Want je bent eigenlijk begonnen dat bij bedrijven ook te gaan doen. Ja, ik heb hier jouw mooie sheet, die ik wel even wil laten zien. En waar mensen dus dat kunnen gaan invullen tegen je toekomst. En ga je eigenlijk van het nu naar de toekomst. En wat je allemaal in de wereld wilt gaan zetten. Want hoe ben jij daar eigenlijk met manifesteren? Wat is jouw ervaring daarmee? Ben je er ook al sinds klein kind mee bezig? Net zoals ik in mijn agenda schreef. Ik wil die nieuwe fiets. Ja, sowieso dagboeken. Als je later terugkijkt, eigenlijk dagboeken. Hè? Dus eigenlijk de verbeeldingskracht. Hè? Wat je graag wil worden. Ik had voor mezelf als klein meisje wel iets van de wereld rond. En dus ik had ook al grote dromen altijd. Ik wilde ook altijd ook eigen baas zijn. Dus ik heb ook een half jaar bij een keten gewerkt en meteen vanuit school. En toen ben ik meteen acties van ik wil voor mezelf beginnen. Dus ook gewoon ook zonder angst ergens instappen. En omdat je dan die verbeeldingskracht hebt, omdat je het ook gewoon tekent, dan ga je het gewoon ook echt gewoon meer zien. En later heb ik ook de toevoegingen van de kleuren heb ik erbij toegevoegd. Wat doen de kleuren dan ook voor je emoties? Waardoor het nog meer versterkt eigenlijk en nog meer het gevoel hebt van dit gaat gewoon en het wordt dan nog groter, hè? Je gaat het dan echt gewoon geloven als je het ziet, als je het als je tekent. Ja, en dan ga je het. Ja, want heel veel mensen zeggen ik moet het eerst zien, dan zal ik het pas geloven. Maar ik ben inderdaad van je moet het ook eerst geloven en dan ga je het ook zien. Maar als je het dus dan zichtbaar kunt maken, dan ga je het ook eerder geloven. Dus, zo werkt het dan ook. Heel even tussendoor, Chantal. Want als mensen deze video delen op hun eigen timeline, je kunt dit gewoon delen, dan maak je kans op iets leuks, toch? Hadden we bedacht. Ja, klopt. Ik ga heel eventjes lopen naar mijn t-shirt. Heb jij een leuk t-shirt wat we kunnen weggeven onder de kijkers? Ja, we gaan een heel leuk t-shirt weggeven. Dus even kijken. I'm good busy. Voor alle vrouwen, I'm good busy. Ja, op zijn. Ik kan het ook maken, hoor. Ja, nee, maar we doen het even voor vrouwen nu. Vrouwen zijn sowieso good busy. Ja. Het is een leuke knipoog naar je bent goed bezig. Ik denk dat vrouwen elkaar gewoon moeten steunen en moeten helpen. En ik denk sowieso dat iedereen er ook steeds meer mee bezig is van kom op, we moeten er gewoon voor gaan. En daarom heb ik ook eigenlijk dat t-shirt ook gemaakt van I'm good busy. Ook trots zijn op jezelf, dat je het gewoon goed doet. Dat het ook goed genoeg kan zijn. Ik zei dat vanmorgen nog tegen Paul. Het is ook goed genoeg. Hè? Dus we willen altijd maar meer en beter. Het is gewoon goed genoeg. Dat is misschien ook een leuke slogan. Goed genoeg. Of goed in Engels-Nederlands. Goed. Nee, maar oké.
Zit je nu te kijken, denk je, ja, ik wil dat t-shirt, deel even deze livestream op je eigen timeline en dan kijken we gewoon dadelijk even wie dat heeft gedaan en dan kiezen we de I'm Good Busy t-shirt. Het is geen illustratie alleen, hè? Heb je nog illustratie t-shirts bij de hand ook nog? Eens even kijken, ik zal eens even... Ja, ik heb even laten. Oh ja, Breda, ja, kijk, morning coffee, kijk. Morning coffee. Dat is even... Ja, superleuk. Oké, maar over de cursus teken je toekomst. Nou, dat is, waarom zou je je toekomst willen tekenen? Nou, sowieso is het heel erg fijn als je gewoon altijd een beetje duidelijkheid hebt welke route je wil gaan nemen. Dus als jij... Mm-hmm. Oh. Ja, ik ging even de telefoon. Dus hier ben ik weer. Maar als je bijvoorbeeld een bepaalde verandering hebt in je leven, maar dat kan ook in je business zijn. Als je zegt van nou, ik wil er graag een event gaan organiseren of je wil een concept uitschrijven. Maar het kan ook zijn als jij met je kinderen zit en je wil bijvoorbeeld een wereldreis gaan plannen. Maar het hoeft ook niet altijd zo groot te zijn. Soms is het gewoon fijn om even te gaan zitten van nou, waar sta ik nu? En wat wil ik eigenlijk allemaal gaan doen de komende jaar? He, dus dit kan gewoon... Het kan op privégebied zijn, op werkgebied zijn, of inderdaad wat je inderdaad wil reizen nog, of je wil je huis opnieuw inrichten. Ja, het kan eigenlijk allerlei dingen zijn. En wat het mooie daarvan is, je hoeft namelijk helemaal niet te kunnen tekenen. Ik heb alles sowieso in de cursus al voorgetekend, dus je kunt gewoon van alles gebruik maken. En het gaat erom als je maar een paar lijnen inzet, maar je moet het wel zelf tekenen met de woorden erbij, wat de emotie is, wat het bij jou oproept. En dan gebruik je ook nog de kleuren erbij, waardoor je echt zoiets hebt van, hé, nou weet ik waar ik sta, maar het mooie is dat er heel veel dingen naar boven komen. Ja. En er, elke keer als je het getekend hebt, er gebeuren er heel bijzondere dingen om je heen. Dat lijkt wel alsof je dan iets aantrekt, omdat je het dan zo voelt, dat er echt alles komt er dan op je pad. Dat is echt wel heel erg mooi. Ik heb inderdaad ook wel ontdekt, hè, dat als je inderdaad emoties erbij omschrijft, van ja, wat geeft het mij als ik inderdaad die reis maak, of die nieuwe auto heb, of die geweldige baan. Het gaat niet om die spullen, of die dingen, of de ervaring, maar het gaat om het gevoel dat het je geeft. Ja. En wat word je daar blij van, of geeft het je rust, of vrijheid. En dat het inderdaad erbij tekenen, dat is echt heel erg mooi, ja. Ook zo dat de tekening moet sowieso positief zijn. Hè? We gaan gewoon eerst kijken van nou, waar sta je nu? En je wordt er ook helemaal in begeleid. En ook uitleg zit erbij van wat visuals met je doen. Wat je nog meer met die visuals kunt doen. Want je kunt het gewoon eigenlijk altijd toepassen. En daarna gaan we gewoon kijken van nou, waar willen we gaan staan? En ook, wat nu heel onbelangrijk is. We gaan natuurlijk niet alleen maar tekenen waar je wilt staan. Maar we gaan ook, hoe kom je van plan A naar plan B? We gaan echt de actie gaan in 5 minuten tijd. Echt heel bijzonder. Het is wel echt heel tof. Ik ga eens even kijken of ik iets kan laten zien. Want dan ga ik even mijn desktop delen. Even kijken hoor. Want ik had hier nog voor jou die plaatjes gekregen. Oh ja, hier zie je nog mensen die... ik zei, even kijken, kan ik nou dit delen? Ik ga even kijken of ik dit nou kan delen. Even kijken hoor. Oh ja, dan komt mijn screen. Ga ik er even bij zetten. To broadcast. Kijk wat er allemaal nog meer allemaal zichtbaar wordt. Laat natuurlijk niet alles zomaar zien van mijn desktop. Even kijken hoor. Wacht, dan doen we dit even wisselen. Husselen. Oké, wacht. Nou, eens even kijken of ik hier iets groters kan maken. Kijk, wat hier... Is dit een beetje zichtbaar? Ja, dus kijk, hier ben je dan... Wat ben je aan het doen? Dat is echt wel heel erg leuk. En dan, dan kom ik 1 keer in de 3 maanden kom ik bij hun komen bij elkaar. En dan gaan we gewoon tekenen van waar sta je nu? Waar wil je staan? Maar wat ook heel mooi is, bijvoorbeeld één vrouw zat erbij. En die had die was vrij tegen. Nou, elke ochtend werd ze wakker met een depressief gevoel. En in plaats van dat we gingen kijken van wat ga je heel het jaar doen, gingen we gewoon haar ideale dag gingen we tekenen. Ja. Zij moet dan gewoon elke ochtend als ze naar staat, dan moet ze, of als ze opstaat, moet ze gewoon naar die ideale dag kijken. Waardoor zij gewoon met een ander gevoel gewoon haar dag staat. Ja. Dus je kunt er eigenlijk op allerlei manieren toepassen, zeg maar. Ja. Nee, het is heel leuk. Jongeren op scholen. Ik was laatst ook op een school. En dan gaan de jongeren gaan dan groot dromen en dingen zien. En dan zie je ook van, hè, iedereen heeft natuurlijk ook zijn achtergrond. Wat ze allemaal meemaken in de jeugd. En sowieso zijn jongeren veel visueler ingesteld al nu al. Hè, dan wij vroeger natuurlijk waren. Dus die zijn meteen, hup, die gaan meteen tekenen. Die gaat meteen gaan die groot dromen en groot zien. Dus het is wel echt heel bijzonder.
Ja, want het is wel een fase. Hè. Kijk, als je van je 0 tot 7 wordt juist is die creativiteit en dat dromen en visualiseren is super groot. En als jij ik heb dat toevallig nog met de opleiding Women's Soul Coach hebben dat. Want je hebt eigenlijk telkens ga je 7 fases in. Van 0 tot 7 jaar, van 7 tot 14 jaar. En dan zijn juist is de periode dat je mag fantaseren en groot mag dromen. Maar als je dan als kind dan de kop al wordt ingedrukt, hè, dat je ouders zeggen van nee joh, dat bestaat niet of dat kan niet. Of hè, blijf je met je beide benen op de grond staan. Dan verlies je eigenlijk hè, die methode al. En daarom is het ook zo leuk om als volwassenen weer terug te gaan naar dat grote dromen. Want heel veel mensen denken van ja, maar dat is niet realistisch. Maar hoezo niet? Waarom mag je niet fantaseren? Waarom mag je niet dromen? Maar je merkt dat eigenlijk bij alle grote, sowieso alle grote acteurs, dat die dat allemaal al doen. Hè? Net zoals Jim Carrey, dus een heel groot voorbeeld ervan. Die heeft zo heel zijn carrière uitgestippeld. Dus de grote, eigenlijk die echt die het al zo duidelijk zien, het plaatje zien. En heel vaak gebruiken ze natuurlijk, werken ze eerst met vision boards. Maar als jij het zelf tekent, dan is het natuurlijk nog directer bij je gevoel. Dan zit het nog weer van binnen. En dan ga je. Dan is het inderdaad net of de law and attraction. Alles wat je dan waar je op focust, dat trek je dan natuurlijk ook aan. Ja. Ja, nee, dat geloof ik ook meteen. Dat heb ik gewoon in mijn leven ook gezien. Als ik nu. Ik heb al mijn vision boards hier om mij heen hangen in mijn kantoor. En eigenlijk is, als ik er nu naar kijk, zie ik daar op alles wat ik eigenlijk nu ook in de wereld wil gaan zetten, waar ik het met jou ook over heb gehad, wat de rest van de wereld nog niet weet, maar dat hoeft ook nog niet. Maar ik zie het er allemaal in terugkomen. En dat is dus wat je onbewust doet, is dat je op zoek gaat naar die beelden die je eigenlijk al hebt gebruikt. Ja, klopt. Ja. Ik heb trouwens nog een hele leuke grote gemaakt tijdens mijn weekend. Die heb ik jou ook nog nooit laten zien, maar die is echt mega groot. Hier, kijk. Oh, gaaf. Ik weet niet of ik kan. Een hele grote ding. Een over je teken je toekomst. Maar dit was ik zelf, zeg maar, ook. Hij begint hier. Dit is life size. Dus dat ben ik zelf. En dan lig ik. Ik wil gewoon relaxed liggen. Ja, maar het is Eva, jij bent ook gewoon volop aan het tekenen vertaan, hè? Dat is echt heel leuk. Ja, dat is super leuk. Ja, jij hebt me eigenlijk daartoe aangezet om weer te gaan tekenen. Ja. En het is ook super manier om uit je hoofd te komen natuurlijk, hè? Want we zijn allemaal hartstikke druk en allemaal aan het denken heel veel. Maar als je uit je hoofd wil komen en echt weer contact wil krijgen met je lichaam, dan is tekenen daar ook de uitgelezen manier voor. Je kunt ook sowieso, als je het, je kunt ook straks weer ook, als je bijvoorbeeld een team hebt waar je mee werkt, dan kun je het ook gewoon zo makkelijk gewoon uittekenen van nou, daar gaan we staan en welke actie hebben we nodig. En dat je gewoon echt, dan is het meer strategisch, hè. Dan kun je gewoon ook echt gewoon zo snel focussen waar je wil gaan komen en wat je wil gaan bereiken, welke omzet je wil gaan bereiken. Dus het brengt ook heel veel daadkracht, hè. Je gaat ook gewoon echt gewoon aan de actie. Ja. Ja, dat is super leuk daaraan. En de cursus die je hebt gemaakt, hoeveel weken is die? In hoeveel weken kunnen we je de toekomst gaan tekenen? Ja, die is 5 weken en die heb ik ook expres 5 weken gedaan. Want ik wilde geen jaarprogramma. Ik had echt zoiets van, ik wil gewoon kort en krachtig. Dat je het ook meteen zo snel mogelijk kan toepassen. En de week is gewoon echt van, nou ja, dan ga je eigenlijk leren jezelf te tekenen. Maar dan echt gewoon als een, hè, in een paar rondes. Dus dat het gewoon echt heel makkelijk is. Dat iedereen het gewoon kan. Maar dat je er eigenlijk ook, dat je ook meteen ziet dat je er ook plezier aan kunt beleven. Dus het is eigenlijk een beetje ook een soort fun. En de tweede, dan ga je de visuals ga je maken. Dan krijg je een hele mooie uitleg over kleuren. Je krijgt een hele grote kleurenkaart krijg je erbij. Dan gaan we naar waar je nu staat, dat is de volgende. En dan gaan we de toekomst tekenen. En als laatste week, dan gaan we echt naar de actiestand. En we hebben ook een besloten Facebookgroep daarin. Maar er zijn ook een aantal mensen die al meedoen die geen Facebookpagina hebben. Dus die kunnen mij gewoon via de mail vragen stellen. Maar we gaan echt gewoon de 5 weken, gaan we gewoon echt eventjes gewoon in de actiestand. Dat iedereen ook gewoon daarna... En wat ook mooi is, dat ik nu al een cursist heb die aangemeld heeft. Die heeft gezegd van ja, ik wil het gewoon gaan toepassen voor mijn klanten. Nou ja, dat is natuurlijk echt nu al een compliment. En die heeft hem ook al... Ja, het is een hele mooie tool inderdaad voor coaches. Ja. Maar ook voor bijvoorbeeld als je voedingsdeskundige bent. Ja. Dat je inderdaad de toekomst kunt tekenen waarin je fit en energiek voelt. En inderdaad misschien een slankere versie van jezelf.
Ja, en als je er dan ophangt, als je bijvoorbeeld zegt van, nou, ik wil gewoon echt gewoon graag die 10 kilo zeg maar afvallen of 5 kilo. En je tekent jezelf hoe jij graag wil zijn. Hè, en ook met welke dingen, dat je 's morgens een groene smoothie gaat eten. Dat je al die dingen gewoon echt gewoon duidelijk visualiseert. En je hangt dat op in je huis en je kijkt er elke dag naar. En je schrijft er ook de emoties bij die je dan ook graag wil beleven, hoe je je wilt voelen. Ja, dan gaat het natuurlijk 10 keer sneller. Ja, leuk is dat, hè? Ja, dat werkt gewoon goed. Maar het is ook zo dat je dat, als je een voedingscoach bent en je gaat met je klant ga je zitten en je gaat het samen gewoon uittekenen en je leert het van mij of desnoods zet je gewoon de video aan en je gaat het dan doen. En ja, dan je helpt ook iemand anders er weer mee, hè? Ja. Ja, nee, dat is echt superleuk. Nou, ik ga in ieder geval weer met jou meedoen met die toekomstteken, want ik heb weer een hele nieuwe toekomst voor ogen, dus dat moet weer even helemaal goed uitgetekend worden. Dat is ook zo grappig, want ik zat laatst met Chantal en ja, over mijn toekomst. En toen kwam er echt toch totaal iets anders uit. Dus dat kan ook, hè, dat je dan denkt van, oh ja, dat is het. En dan blijkt er toch iets heel anders uit te komen. Wat er, zo'n diep verlangen wat er in je zit, dat dan gewoon naar buiten mag komen. En dat je daar dan eerst van denkt van, is dit het echt? Ja, dit is het echt. Ja, maar dat Zeker. kan. En wanneer gaan we starten met Teken je toekomst? En aanstaande woensdag al starten, dus al snel. Dus over 7 3 maart. dagen dan krijgt iedereen een welkomstmail. Dus het gaat echt al heel snel starten. En Ja. als het En goed als is. je toevallig iets later wil instappen, kan dat ook nog na die 7 maart? Jawel, dan stuur mij gewoon een berichtje en dan zet ik je er gewoon in. Maar het is leuk om allemaal tegelijk te starten. Ik moet wel zeggen, er is al één iemand die heeft een hele week iets staan. Dus ik begin pas een week later. Dus dat maakt helemaal niks uit. Er zit ook heel leuk een bonus bij. Dus als je inschrijft voor 7 maart, dan krijg je gratis de mini-cursus Maak je eigen poppetje. En dan zit het eigenlijk in 5 weken tijd, leer je helemaal je eigen branding te maken. Dus ook met Oh, houden. Emoties, hoe je zelf tekent, maar ook hoe je daar een hele leuke strip van kunt maken. Dus je kunt eigenlijk heel je bedrijf dan in een strip of je persoonlijk of. Ik heb ook bijvoorbeeld een juffrouw, een lerares, en die doet dan de dag in de klas tekenen. Dus leuk. die tekent weer met haar leerlingen. Dus ja, dus je Ja. kunt het eigenlijk dingen weer gebruiken. Dat is echt heel leuk. Ja, ik doe ook nu met mijn dochter tekenen. En dan zei ik, mama tekent poes of tekent een olifant. En dan denk ik, oh ja, hoe ga je dat ook alweer doen? Wat heb je ook dieren tekenen? Heb je dat ook al in jouw cursus zitten? Ja, en ik wou trouwens nog iets zeggen. Ja, dat vergeet ik eigenlijk best vaak te zeggen. Maar eigenlijk iedereen die de cursus sowieso aanschaft, dan gaat er meteen een tekenpakket naar de Quiet-organisatie in Tilburg. En die helpt kinderen met een financiële achterstand dat die ook mee tekenen. En ik heb een Hallo. besloten groep met Heel Holland Tekent. En dan kan iedereen mee tekenen. Dus die krijgen ook altijd, daar heb ik een speciale les voor gemaakt. En die krijgen dan een gratis les van mij. En die mogen dan altijd meetekenen. Ja. Ja, en waarmee teken je? Met stift, potlood, Gewoon witte marker? velletje, een tekenpotlood of een tekenpen en kleuren. Maar je kunt ook waterverf gebruiken als je wilt. Maar de meeste gebruiken gewoon Ik potlood heb of stift. lekkere stiften. Ja, als ze bij mij in de studio komen, dan mogen ze alleen stiften gebruiken. Dus moeten ze echt alle perfectie loslaten. Dus dat is altijd Ja. al, hè, dat is eventjes een Heel veel angst die. mensen willen eerst met potlood dat het niet zo definitief is, bedoel je? Of? Ja, dat klopt. Dan wil ze mijn potlood, maar mogen ze bij mij. Dat ze kunnen uitgummen. Nee, wat zo heel vaak is, wat je het eerste tekent, dat is echt je directe gevoel. Dus Ja, daarom. ja, en het is ook natuurlijk, als je getekend hebt en je kijkt, daarna ga je er heel even afstand van nemen en je gaat dan tekenen, kom je soms ook verrassend achter wat je niet hebt getekend. Want dat is ook soms ook wel eens heel apart. Ah, wat je dus hebt betekend, dat is ook een mooi. Ik zit even te kijken, want ik had hier ook nog een tekening. Oh, je wacht even. Wat heb ik hier? Oh ja, deze had ik nog getekend. Ja, die is heel leuk. Dance heb je Dansend ook. de wereld rond. Bij. Daar heb je de teksten bij Wat gezet. zeg je? Je hebt er nou teksten bij gezet. Oh ja, had je het? Nee, die had ik nog niet laten zien. Ja, heel leuk. Okay, ja, dit staan geen gevoelens bij. Dat is niet zo slim van mij nog. Nee, maar je Ik kunt wel heb verkleuren. alleen. Er moeten nog gevoel dingen bij. Want er staan dus alleen maar wat ik wil. En, oh ja, ik had deze getekend nog. Gewoon grappig voor Paul en mij. Oh, Spring. leuk. Want ik spring in het diep en ik zeg: Kom, het is hier heerlijk. Jij bent helemaal. Jij gaat dan meteen huppakee zo. Dat vind ik echt wel heel leuk om te zien. Jij gaat het echt. Je hebt het helemaal zo opgepakt. Heel Ja, tekenen en. maar ik vond het ook zo leuk. Ik denk: Ja, dit is het gewoon. En je kunt ook een combinatie maken van vision board plaatjes. En als je de rest erbij tekenen of schilderen, dat is natuurlijk ook heel leuk. Kan ook heel Dat je. goed. Ja.
En lekker groot werk is ook leuk. Maar het kan gewoon op een A4'tje kan het ook gewoon. Maar nee, de hele toekomst die gaan we wel tekenen op een A3, minimaal een A3 vel thuis. Ja, dat is dit vel, hè, wat ik hier. Ja, als je een groot vel hebt, dus, ja, die vellen, die grote, die moet je gewoon hebben. Want, want anders gaat het allemaal door elkaar. En je moet links en rechts gewoon een keide houden, dat je ook precies de stappen kunt gaan zetten, zeg maar. Ja. Ja, en dan zichtbaar ophangen, dat je er dagelijks mee geconfronteerd wordt. Ja, en dat kan ook op je kantoor, hè. Dus je kunt ook zeggen van, nou, ik hang het op mijn kantoor, of ik hang het in mijn huiskamer. Ja, en als je thuis, als je misschien mensen zegt van, die gewoon niet voor jouw droom gaan, dat kan natuurlijk ook, hè. Of als je bijvoorbeeld dingen wil... Wat is dat nou weer, hè? Dat je dan mensen in je omgeving hebt die niet voor jouw droom willen gaan. Ja, dan moet je gewoon lekker voor jezelf houden. Het gebeurt. Ja. Dan maak je hem gewoon in je kledingkast en dan doe je wel erover en dan kijk je er gewoon naar. Ja, maar echt, laten we met z'n allen, hè, als je één ding mee wilt nemen en je zit nu te kijken, durf weer te dromen, durf ook grote dromen en ga ook voor al je onvervulde verlangens en passies en ga terugkijken inderdaad van waar werd ik als klein meisje blij van. Dat is het vaak. Als mensen het niet weten, van ja, ik weet eigenlijk niet wat ik met mijn toekomst wil. Hoe ga je daar dan mee om? Ja, nou, ik hoor dat natuurlijk altijd. Of ja, heel vaak. Nou, niet altijd. Ik hoor het wel 60%. Maar ook dat ze zeggen, ja, maar jij durft dat. Of jij doet dat. Maar iedereen kan dat doen, hè. Het is niet zo... Kijk, ik had ook heel veel op te geven, hè. Om die stap te zetten. Het is niet zo dat het een makkelijke stap is. Nee. Maar op een gegeven moment voel je zo diep van, nou ja, dit moet je gewoon doen. Dat kan niet dat anders meer. Nee, dat klopt. Maar dan kun je het ook gewoon een half jaar geven, wat ik heb gedaan. Hè? Een half jaar en uiteindelijk duurt het natuurlijk toch nog wel iets langer. Maar het is wel dat je gewoon alvast die richting pakt. En als je dan uittekent, dan weet je ook welke stappen je moet nemen. Kijk, bijvoorbeeld een baan waar je helemaal niet blij mee bent. Waarom? Wie zegt dat jij er altijd bij hoeft te blijven? Dat er geen andere banen zijn. Ga dat uittekenen en ga vast die eerste stappen zetten. Ga vast naar een uitzendbureau. Ga vast, vast bellen met anderen. Werkgevers, hè? Dus ga gewoon verder kijken dan alleen maar denken wat je niet leuk vindt. Want dan blijf je altijd bezig met wat je niet leuk vindt. Ga gewoon kijken wat je wel leuk vindt. Ja. Dus het hoeft allemaal niet van dat je meteen zegt, nou, oké, ik word een ondernemer of ik word dat of voor dat. Maar het kunnen ook gewoon kleine stapjes zijn om naar jouw ideale werk en ideale leven te gaan. Ja, en dat is voor iedereen is dat voorhanden. Ja. Ja. Mensen vinden dat heel vervelend om te horen, want dan denken ze, nee, dat is niet voor iedereen. Maar ik geloof wel dat je die ruimte kunt creëren en dat je kansen kunt zien. Hè? Want voor iedereen komen dezelfde kansen op ons pad. Of ja, dat vinden sommige mensen ook weer moeilijk als ik dat zeg. Maar het gaat er maar om dat je ze gaat zien ook en dat je ze gaat oppakken en er iets mee doet. Sommige mensen laten ze ook gewoon liggen. Ja, nee, dat klopt. En het is ook, kijk... Het hoeft natuurlijk niet altijd werkgerelateerd te zijn. Het kan ook bijvoorbeeld zijn dat je partner je heeft verlaten. En hoe ga je dan verder? Hè? Ben je net geschaafd? Is er iemand in je omgeving ziek geweest? Hoe ga je er als gezin mee om? Hè? Ga met z'n vieren of met z'n vijven? Of met z'n drieën? Hè? Dat heb ik ook een keer meegemaakt inderdaad. Hè? Dat je dat voor iemand toen met een familie ging zitten om dat te tekenen. Ja, met de kinderen erbij. En dan ga je ook echt gewoon een agenda erbij pakken. Nou, wanneer gaan de vader en de zoon iets doen? Wanneer gaan moeder en dochter een keer iets doen? Of wanneer gaan de partners met z'n tweeën weer eens iets doen? Dus je kunt eigenlijk, het teken de toekomst kun je voor alles kun je dat toepassen. En dan ga je ook gewoon daadwerkelijk, hoe dankbaar is het dat die kinderen naar je toe komen en je knuffel geven en zo'n smile op hun gezicht van nou, we gaan iets doen. Je zet weer even een actie ook in je relatie, hè? Want je kunt het met je relatie ook gewoon doen. Hè? Van nou, waar staan we nu met de relatie? Willen we verdieping? Willen we meer dingen apart doen? Alles kun je eigenlijk gaan tekenen. Hè, wat vind jij belangrijk in een relatie? En wat voor soort relatie heb je bijvoorbeeld? Ik heb ook een vrouw gehad die liefdesverdriet had. Hè, die was ziek geweest. Man was verliefd geworden op een andere vrouw. Nou ja, dan ga je door heel dat traject. En gewoon te zien dat er ook dingen zijn buiten de man om. Hè? Dat ze gewoon ook weer focus gaat leggen om dingen met haar vriendinnen te doen. En zelf een keer alleen op vakantie te gaan. En kijken, we gaan dan met een groepsreis. Ja, dus die ben ik eigenlijk inderdaad. Want dat is wat ik ook heel hoor bij heel veel vrouwen om mij heen inderdaad. Dat ze zichzelf helemaal hebben verloren in een relatie, in een huwelijk. En alleen maar met de kinderen bezig zijn. En niet meer weten ook daardoor wat zij zelf leuk vinden. Waar word jij nu warm van? Ja, en dat is met tekenen toekomst, dat komt meteen naar boven. Dat is eigenlijk vrij snel al. Dat is eigenlijk, als een
al de eerste strepen zetten, begint al van alles te borrelen. En het is helemaal niet eng namelijk. Het is alleen maar leuk. Je gaat gewoon meer lachen. Dat is het eigenlijk. Je hebt gewoon meer fun. Dus, ja, dat is, voor... daar is ook het leven voor. Hè? We zijn hier gekomen gewoon voor de fun. Ja, ja, ja. En dan gewoon aardig. Bij iedereen hoor. Het is echt niet dat de hele dag bij mij de slingers omhoog. Hè, dat... Maar ja, ik probeer... Niet zo taal, dat dacht ik altijd. Ik probeer zoveel mogelijk plezier te krijgen. Ja, nee, maar ja, het is toch even overvalt je soms ook. En dan moet je ook mee dealen. En dan is het ook niet erg. Doe je de dekens over je hoofd en de volgende dag ga je weer verder. Ja. Ja. Dat zijn juist die contrasten die je ook, hè, die mooie... Ja. Kijk, als je alleen maar blij zou zijn, dat kan niet. Want je moet ook de andere kant voelen om überhaupt die hele hoge blijdschap weer te kunnen ervaren. Ja. Dat is het leven. Ja. Het is inderdaad het elastiekje, hoe rek je daarin mee? Hè, hoe veerbaar ben je of hoe wendbaar sta je als boom? Ja, klopt. Ja, ja. Nee, dat klopt. Die boom die gebruik ik sowieso ook wel eens vaak op bij privé-sessies. Dus lekker op de wortels. Ben je ook psycholoog geworden, Chantal? Je bent naast illustrator, ben je ook psycholoog geworden? Ja, onderhand wel. Ja, nou onderhand. Ik ben zo, ik zeg ook... Ja, maar met je levenservaring. Zo alle levenservaring en sowieso de ondernemerschap natuurlijk zo al meer dan 20 jaar. Ja, je hebt zoveel met zoveel mensen gewerkt, met zoveel verschillende vrouwen, nationaliteiten, allerlei dingen meegemaakt. En daar pas ik nu eigenlijk allemaal toe. Dus, en ik moet wel zeggen, als je zoveel tekent en zoveel doet wat ik doe, dan sta je ook open voor, dan zie je gewoon ook overal een wending in. Dus dat ook, ja. Ja, nou, ik vind het heel leuk. Ik ben het toen ook meteen gaan doen met vrienden, teken je toekomst, toen jij mij dat voor het eerst liet zien. Gewoon op een huis als we op bezoek zijn. En je kunt het eigenlijk op een heleboel manieren kun je het gaan inzetten. Dus lijkt je dit leuk om ook je eigen toekomst te gaan tekenen? En Chantal, die helpt je daar helemaal bij. Als je nu denkt van, oh, ik weet niet wat mijn toekomst moet zijn. Of, ah, ik kan niet tekenen. Nee. Dat gaat Chantal je helemaal vertellen in een 5-weekse online cursus. Dus je hoeft nergens... naartoe. Je kunt dat gewoon thuis doen. Ga jezelf gewoon een mooi tekenblok aanschaffen. Die heb je heel goedkoop bij de Action. Ja. Kies mooie potloden en stiften of verf, wat jij dan ook wil gebruiken om jouw toekomst te gaan manifesteren. Want dat is wat je doet. Ga de toekomst naar je toe trekken. En dat is een hele mooie cursus. Wil je daar meer van weten? Ga dan even naar missnatural.nl/tekende toekomst. Die link staat hier ook onder de livestream. En deel deze video ook nog even, zodat je andere mensen kan inspireren om ook hun toekomst te tekenen. En onder alle delers, daar heeft Chantal een mooi t-shirt. Heb je dat t-shirt nog ergens bij de hand? Zeker. Met een geweldige kreet, dat je goed bezig bent. Een beetje onhandig zie ik zo. Ik ga hem gewoon even zo pakken. Hier. En mocht je nog een vraag hebben, stel je vraag gerust. Ik zie niemand een vraag stellen. Ik weet niet, misschien zijn we gewoon heel duidelijk. Ga je toekomst tekenen. Wacht niet af wat de toekomst jou gaat brengen, maar creëer je eigen toekomst. Ja, en het is ook helemaal hocus pocus, hè. Het is gewoon heel duidelijk. Het is gewoon, je visualiseert, hè. En door letterlijk alles te tekenen, ga je het gewoon ook echt zien. Ga je het ook echt geloven, ga je het ook echt doen. En zo simpel is het. En het is geen hocus pocus, het is niks engs. Het is alleen maar heel erg leuk. En ik heb mijn eerste dansopdracht. Ja, ik had gehoord. Ga, heel tof. Ja, ik vond het zo leuk. Ja. Het is ook nog bij het feest waar ik vroeger dus als 21-jarig meisje gewoon zelf danste. En ook voor het eerst eigenlijk heb gedanst. En dan heb je 40 of 20 jaar later inderdaad, wordt daarvoor gevraagd om weer te komen dansen. Nou, superleuk. Ja. Dus ik noem mij nu ook gewoon danseres bij deze. Ik ben een danseres, jij bent een illustrator. Helemaal leuk, Eva. Je kunt het allemaal worden. Dat is het mooie. Ja. Nou, heb je nog vragen voor mij of Chantal? Zet ze gewoon hier onder deze video. Dit is ook opgenomen, dus je kunt het ook gewoon weer terugkijken. Ik zal het ook nog delen met Miss Natural leden die niet op Facebook zitten. Dan kunnen we het namelijk met meer mensen communiceren. Ik heb ook mijn e-maillijst, dus dat mijn klanten het ook allemaal zien. Dus wel echt heel erg leuk om te zien, dit interview. Ja, denk ik. Nou, Chantal, ik wil je bedanken voor je tijd. Een goede dag van de week. Hè? Maandag, wij kunnen er weer tegenaan. Ja. Ik heb er heel veel zin in. Dat jij mij wilde interviewen. En heel leuk. Hartstikke leuk. Yes. Nou, gaan we doen. Heb je vandaag nog een programma? Ga je nog met iemand de toekomst tekenen? Ik heb een heel mooi programma. Ik heb vandaag een heel mooi gesprek met een vrouw in Spanje.
En zij begeleidt jongeren met problemen en die vangt zij op. En daar gaan we waarschijnlijk samen iets doen. Dus dat ik daar voor die jongeren ga helpen om hun toekomst uit te tekenen. Dus nou, wat leuk. Ja, dat is heel bijzonder. Ja, dus ben ik echt heel erg blij mee. Ik format, leuk. Ja, nee, maar ik moet zeggen, ja, dat is gewoon zo dankbaar werk. En dus daar heb ik straks zometeen een gesprek mee. Dus daar ben ik wel heel erg blij mee. Ja. Ja, het zou ook voor scholen zo leuk zijn als gewoon op elke school. Doe ik het ook. Ja, op scholen doe ik het ook. En vooral de middelbare scholen. En die zitten toch op een bepaalde leeftijd. En het is zo mooi dat het kan hun helpen met alles. Het kan hun helpen met alles wat ze tegenkomen in het leven. Ja. Keuzes, opleidingkeuzes. Ja. Ik vind het wel lastig om nou te gaan kiezen welke richting ik op moest. Ja. En als het toen had mogen tekenen, dan was ik inderdaad naar die dansacademie gegaan. Ja, dat klopt. En er zijn ook heel vaak jongeren die gewoon helemaal niet weten wat ze willen. En eigenlijk weten ze het wel, maar durven ze het gewoon niet hardop te zeggen. Ja, bang voor wat anderen daarvan denken. Of dat het niet de dromen zijn van hun ouders. Ja, want de ouders wilden dan toch van, ze hebben een bepaalde verwachting en denken dat ze hun kinderen dat willen. Maar vaak wilden ze iets anders. En het gekke is, als ze daadwerkelijk uitspreken en tekenen, dan vinden de ouders vinden het helemaal niet erg dat ze dat kiezen. Dus dat is het. Yeah. Ja, het is gewoon een misvatting van allebei de kanten. Ja. Ja, maar ik weet nog goed inderdaad, toen mijn broer inderdaad besloot een andere studie te gaan doen. Hij belde mij eerst voordat hij het aan onze vader ging vertellen. En toen zei ik ook van, nou, ik denk dat hij het alleen maar heel fijn zou zijn dat je het voor het studiejaar start überhaupt gaat vertellen dat je het anders wil. Ja. Omdat je dadelijk 1 jaar bezig bent en dan gaat switchen. Ja, klopt. Ja, mijn broertje ook. Die was eigenlijk van de zoveelste school af. En die ging toen werken in een restaurant. Maar ja, daar was hij zo, binnen 2 weken was het gewoon een andere persoon. Ja, mijn ouders wilden natuurlijk niets liever dan dat, hè? Dat hij gewoon gelukkig is. Ja, dat is eigenlijk belangrijk toch, hè? Ja, en dan kom je vanzelf wel op je pad wat je wil gaan doen. Dat is het mooie. Ja. Nou, laten we daarmee afsluiten, Chantal. Wil je dus ook jouw toekomst tekenen, dan raad ik je zeker aan om te gaan kijken naar de online cursus Teken Je Toekomst. En dan zien we elkaar weer in een nieuwe Miss Natural Talkshow. Ik zal weer vaker online komen. Ik had een soort van winterslaap gehouden. Maar nu, de zon gaat weer schijnen. Wat zeg je? Zeg, Eva is wakker. Ik ben weer wakker. Ja, we waren gisteren op het strand, zelfs zonder jas op Zandvoort. Het was zo mooi weer. Ja. Heerlijk. Ik ben er weer helemaal klaar voor. Ja. We gaan weer naar buiten. Ja. Hey, dankjewel Chantal en iedereen die zit te kijken. Maak er een mooie week van. Dag. Fijne dag. Doei.